Lieve Evert, je mag alles over mij zeggen wat je wil. Je mag zeggen dat ik een helle hond ben. Een satansknecht. Een gevaar voor de natie. Een gevaar voor de ganse planeet. En dan nog, lieve Evert, zal ik me er niets van aantrekken. Het Verlossum, kunt u mij horen? Beste Maarten, in de laatste aflevering schets je een aantal mogelijke opties binnen de politiek na de verkiezingen. Uiteraard komt iedere partij met haar programma. Heb je ook concrete voorstellen over het afhandelen van de problemen in Groningen, de afhandeling van de toeslagenaffaire en de stikstof- en huizencrisis? En moeten de partijen zoiets ook opnemen in hun programma naast hun idealen? Vraagt Erik Blankenstein uit Gorkum. Ja, ik heb daar wel opvattingen over, maar ik weet niet hoe relevant die zijn en of een organisatiedeskundige daar niet enorm om zou moeten lachen. Want ik denk eigenlijk aan het fameuze verhaal, misschien een broodje aap, dat weet ik niet eens zeker eigenlijk, dat er in Italië op een goed moment was het administratief zo'n zootje geworden met de Italiaanse overheid, dat mensen vonden er moest echt iets aan gedaan worden. Er moest eigenlijk een soort superprojectgroep worden opgericht om die inefficiëntie van de Italiaanse overheid aan te pakken. En daartoe hebben ze toen een ministerie opgericht voor de bestrijding van inefficiëntie van de overheid. Je begrijpt al hoe dit is afgelopen, dat ministerie is uiteindelijk het meest inefficiënte ministerie geworden wat ze ooit gehad hebben. En verslindt, als het nog bestaat, nog steeds grote hoeveelheden geld. Ik zou zeggen, kijk, wat we gehoord hebben over de nu net weer opgenoemde crisis, Groningen, de toeslagen enzovoort enzovoort. Het is duidelijk, ze zeggen ook zelf eerlijk dat het nog jaren kan duren voordat er een puntje achter gezet kan worden. Dus ik zou zeggen, ja, benoem of organiseer projectgroepen met omvangrijke bevoegdheden die in een buitentraject, buiten wat kennelijk niet werkt, aan de slag gaan om de zaak zo snel mogelijk op te lossen. Ja, dat gaat wat kosten, daar heb ik eigenlijk niet zo'n bezwaar bij. Misschien zeggen organisatiedeskundigen dat werkt niet of dat kan niet, maar je bent toch langzamerhand in Nederland wel een beetje wanhopig geworden van hoe lossen we vrij simpele problemen op? We kunnen niks. Hè? Ik zwijg even over die man met de kabel, met de televisiekabel. Met de glasvezel. Ja, maar je begrijpt als dat zo moet. Iedereen kan je de meest verschrikkelijke verhalen vertellen over contacten met de overheid. Eigenlijk moet ik ook nog kort een verhaal vertellen waar ik zelf weer in getuind ben. Door die stomme internetorganisaties. Want ik wou iets opzoeken over iemand die ik in het verleden had gekend. Of die overleden was, ja of nee. En toen dacht ik, ik kijk even, want dat had ik wel gezien op het internet, bij die organisatie MyHeritage. Mm. En daar zeiden ze, je had 14 dagen kon je gratis rondkijken. Het leverde mij niets op, ik heb er één avond naar gekeken en toen dacht ik, dit is niks voor mij. Maar je moest wel, om te bewijzen dat je een levend wezen was, 1 cent overmaken en die kreeg je dan weer terug. Wie schetst mij verbeelding? Ik had overigens wel al een mail gestuurd, maar tegenwoordig, dat is een andere ziekte van het internet, mails waar je niet op kunt en mag reageren. Wat is dat voor poppenkast? Daar verschuilen al die organisaties zich achter. Die sturen jou dan een mail met een of andere mededeling en dan kun je dus niet op antwoorden. Ik had al zo vermoeden dat dit vervelende gevolgen zou kunnen hebben. Dus ik had al die hele website uitgebreid gezocht naar een knop waarop ik kon drukken om te zeggen dat ik er niet mee door wilde. Nou ja, die kon ik absoluut niet vinden. Ik heb nog weer een mail gestuurd, maar nou ja, kennelijk iets blauwe hinein, dat ik er absoluut niet mee door wilde gaan. En je begrijpt hoe dit verhaal is afgelopen. Deze boevenbende, MyHeritage, ik zeg het nog maar even zo duidelijk mogelijk, die schrijft automatisch €68 van mijn rekening af. Hoe krijg ik dat geld weer terug? Hebben de luisteraars, hoe kun je dit soort van digitale... Je kunt het toch retourneren automatisch in je bank-app? Kun je op zo'n knopje drukken en dan zeg je, haal het maar weer terug. Dat kan. Volgens mij kan dat, ja. Dan haalt hij het meteen terug, staat het meteen terug op je rekening. Oh. Maar het is een automatische incasso. Ja, ze hebben dat zonder mijn... Want je zou zeggen dat een fatsoenlijke organisatie vraagt dan van wilt u ermee doorgaan, ja of nee? En wilt u dat wij dat geld afschrijven, ja of nee? Nee! Nee! Ze hebben me niets gevraagd. Ze hebben gewoon €68 afgeschreven. En je begrijpt wel hoe dit soort van systemen werkt. Dat ze erop speculeren
dat ik me machteloos voel. Dat voel ik me ook. Ik had er niet aan gedacht dat ik mijn geld weer op die manier terug zou krijgen. Zoals jij suggereerde. Bovendien doen ze het waarschijnlijk gewoon weer. Hè? En dat je het al laat lopen en denkt, ach, voor €68 ook zo erg niet. Maar je kunt op een knopje en dat drukken. Je vergeet volgend jaar de verlenging goed te keuren. Je begrijpt hoe dit soort... Hè, dat ze kortom goud geld verdienen aan mensen die in feite geen gebruik maken van hun dienst. Ik vind dit echt kleine criminaliteit. My Heritage. U zou zich moeten schamen. U bent in feite gewoon een diefstalorganisatie. U hoort op uw webpage een knopje te hebben of ik wel wil of niet wil. Of ik door wil, ja of nee. Of ik wil betalen, ja of nee. Dat heeft u niet. Ja, ik mag en kan klagen, maar dan moet ik eerst een account maken en dan inloggen. Maar dat ga ik niet doen, want dan ben ik sowieso in uw valse net gevangen. Dus dat wil ik helemaal niet. Ik vind het echt My Heritage. Wat een schandelijke organisatie. Wat doen die? Ja, die kunnen je stamboom, dan kun je in je stamboomgegevens kun je verwerken. En je kunt leren hoe je een stamboom moet maken. Maar goed, ik was beperkt geïnteresseerd. En ik dacht, ja, 14 dagen gratis, oké, daar heb ik geen bezwaar tegen. Het leverde niets op, overigens. Ik was er na een kleine avond mee klaar, maar goed. Maar wel €68 afgeschreven. Wat een boevenbende, zeg. Volgens mij kun je het door dat knopje in je app of op je internetblokkeren kun je het zo terughalen. En dan gaan zij een herinnering sturen van, u heeft niet betaald. Ja, precies. Ja. Dat geloof ik ook wel. Ja. Dus dat precies. Ik waad dus al een moeras in van opwinding en woede mijnerzijds. Want je begrijpt dat ik was er wel boos over. Maar dat is volgens mij heel simpel. Kijk, die €68, daar val ik niet van dood. Dat begrijp je ook wel. Maar ik vind het geen manier. Mm. Want net de organisaties hebben allemaal... meestal rechts onderin, ja. Zo'n vakje. Als je niet wil, of als je een eind wil maken aan die berichten die ze je sturen, dan kun je daarop klikken en dan is het klaar. Ze maken het wel zo moeilijk mogelijk vaak, hoor. Ook, hier waren helemaal geen vakjes om op te klikken. Nee. Maar volgens mij moet je gewoon even naar je app gaan, dan ga je daarop staan, dan klik je daarop en dan klapt zich dat zo open in je telefoon en dan staat er ergens iets van, ja, retourneren, ik weet niet hoe dat heet. Maar dat ga ik nu zo proberen. Dan haal je het en dan staat het meteen terug. Ja, maar je bent met me eens wat een kwalijke praktijken dit zijn. Maar het gebeurt op heel veel. MyHeritage, kwalijke praktijken. En we kwamen hier lichte op. Kleine criminaliteit, zo wil ik het wel noemen. Dus nog slechter dan de museumjaarkaart? Nou kijk, dus museumjaarkaart die was uiteindelijk heel attent. En zei eigenlijk dat ik groot gelijk had. Maar dat was ook dat gedoe met dat er een account plotseling... Dat was er jarenlang automatisch afgeschreven. Toen moest je ineens een account maken en inloggen. Nou kijk, als je bij mij de twee woorden account en inloggen gebruikt, dan weet je al dat ik niet mee wil doen. We kwamen hier dus op door een vraag van een luisteraar die vroeg van Maarten, hoe zou u nou de problemen in Nederland oplossen? Ja, precies. Nou, dit is nou een probleem. Het zou wettelijk voorgeschreven moeten zijn dat er dus een vakje is waarop je dat kunt aangeven. Waarschijnlijk is dat ook zo. Maar houden ze gewoon, dat is natuurlijk, ja, dat is niet te handhaven, dat begrijp je ook wel. Maar het valt mij ook op als je naar van die services belt, Ziggo of KPN, en dan heb je een probleem met je internet. En dan hebben ze allemaal bandjes ingesproken, maar je wil gewoon een medewerker spreken. Maar je wordt constant naar die bandjes toegeleid, ja. Ook al, en dan moet je iets inspreken, en dan, waar belt u voor? En dan zeggen glasvezel. En dan noemen ze iets totaal anders, en dan kom je ergens anders terecht. We gaan de verbinding nu verbreken. Heet dat de PTT, of hoe heet dat tegenwoordig, KPN? Ja. Nou ja, ik heb wel eens gezegd dat als je suïcidale neigingen hebt, bel niet met de KPN. Want dan gaat u meteen voor de bijl. Binnen een uur bent u bereid om u op de meest gruwelijke wijze van het leven te beroven. De KPN is echt ook op dit punt van de klantenbinding in een schandelijke organisatie. Beste Maarten, mijn vriendin en ik waren laatst op vakantie in West-Europa. Wat ons daar opviel was de vriendelijkheid en gastvrijheid van de lokale bevolking. Met name de Duitsers. Nederlanders zijn daarentegen vaak enorm eigenwijs, eigenzinnig, brutaal. Wij willen ons niet aan de regels houden, zijn tegendraads en volgen het liefst onze eigen ideeën. Waarom zijn we eigenlijk zo? Waar komt deze karaktereigenschap vandaan? Vraagt Michael en Lindy. Ja, dat is lastig te zeggen. Het zijn vaak patronen die gek genoeg heel oud zijn. We werden al in de 17e eeuw al beschouwd als eigenwijze jeneverdrinkers. Daar zit kennelijk toch een soort van anarchistische streak in onze cultuur. Dat is wel zo. Ik ben het wel eens met het feit dat Duitsers vaak heel aardig en beleefd zijn.
Overigens vond ik de Vlamingen, waar ik ook enige hotelervaring heb, ook ongelofelijke hufters. Dus wat dat betreft lijken die kennelijk meer op Nederlanders dan op Duitsers. Maar deze reizigers zullen toch niet vinden dat de Fransen altijd even aardig en beleefd zijn. Dat zou ik nou bepaald niet willen zeggen. Maar voor de Duitsers geldt wel dat ze opmerkelijk beleefd zijn. En natuurlijk in de Amerikaanse horeca vanwege de satanische gestrengheid van hun ontslagprocedures of gemak van hun ontslagprocedures. Die zijn vaak ongelooflijk beleefd. Die lopen hard. Hè? In Amerika? Ja, want je weet toch dat je ook in Nederland in de horeca zit je met je vinger omhoog. Je wil graag nog iets bestellen of je wil afrekenen. Nou ja, dan kun je eindeloos. Je moet eigenlijk een stutpaaltje meenemen voor je hand om hem omhoog te houden. Je kunt wachten tot je een ons weegt. En dan word je zeker natuurlijk, omdat in de horeca heel veel studenten werken, heb je altijd ook van die brutale wijsneuzen die ook nog allerlei geestigheden debiteren. Dat je denkt, joh, hou op. Ik wil gewoon een kopje thee, that's all. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, als ze erg wijsneuzig zijn, dan kan ik ook erg wijsneuzig worden. Dan ga je terugpraten? Ja, zeker. Ja, dat verliezen ze meestal. Ja, omdat ik natuurlijk toch in een zekere afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de klant zijn die een kopje thee wil. Nou, wat zeg je dan bijvoorbeeld? Ga je dit geen idee, dat is helemaal afhankelijk van de situatie die ontstaan is. Hallo Maarten. Maar die beleefdheid van die Duitsers, dat is grotendeels juist. Er zit een verschuiving van emissies. Nee, sorry, ik moet het anders zeggen. Dit is een reactie van een luisteraar op een vraag van Mohammed over de verschuiving van emissies. En dat is in de vorige podcast behandeld. Er zit wel een verschil in de effecten die de concentratie van stikstof op een bepaald gebied heeft. Dus hoe sterk de concentratie is. Het ene gebied kan namelijk meer stikstof verwerken dan andere gebieden. Zoals grasland beter dan heide in de Veluwe. Bovendien is er een bepaalde stikstofbalans en kan een bepaald gebied een bepaalde hoeveelheid stikstof verwerken zonder problemen. Dus door de emissies meer te verdelen over de draagbaarheid van de wereld kun je de schade wereldwijd beperken. En op dit moment gaan we namelijk over de grens in Nederland in bepaalde gebieden. En dat hoeft dus niet bij een betere spreiding, zegt Wessel Groenewegen. Ik neem aan dat dat juist is. Hij zegt er nog bij, de bron is de podcast van de Kwaliteitskrant. Oh, kijk aan. Ja, dat zal sowieso wel waar zijn natuurlijk. Maar omdat die door onze lieve heer zelf gemaakt wordt, zoals je weet. Ja, alleen lijkt het me lastig om te organiseren dat het in sommige gebieden wel en in andere gebieden juist niet. En bovendien moet onderzoek worden gedaan naar al die specifieke gebieden waar dat wel of niet kan. Het lijkt me nogal lastig om het uit te voeren. Ja. Dit zijn toch dingen waar in feite een generieke regel waarschijnlijk het enige mogelijk is. Stefan die vraagt, denk je dat de jonge afdeling van de VVD zich ooit gaat afsplitsen van de VVD? Dat heb ik allemaal verteld geloof ik, dat ik gesproken had voor die jeugdafdeling van de VVD. Ja. Die ik opmerkelijk kritisch vond over de partij. Want ik had aan de telefoon nog gezegd, weten jullie wel, dat ik dan een heel kritisch verhaal ga houden. Ja, dat was helemaal geen probleem, want zij waren ook verschrikkelijk kritisch. En inderdaad, zij waren hartstikke kritisch. Ik kan mij niet voorstellen dat zij gelukkig zijn met de ontwikkelingen van de afgelopen weken. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Zij wou natuurlijk ook dat de Rutte vertrok, maar in deze strategische constructie, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Vooral natuurlijk omdat die asielzoekers dan echt een minor issue is in Europa. Hallo Maarten, ik heb je oudejaarsconferentie 2010 op YouTube bekeken. Hemelse goedheid, dat is 13 jaar geleden. Buiten dat deze conferentie enorm grappig is, ik zat in mijn eentje te schuddenbuiken van het lachen, bedacht ik me ook dat we nu, 13 jaar na dato, geen streep zijn opgeschoten en de zaken alleen nog meer uit de hand zijn gelopen. Uw vooruitziende blik over de gang der zaken is ongelooflijk. Ik weet het, u bent op leeftijd binnenkort 80, maar wat zou ik graag nog eens een huidige situatie in ons land 2,5 uur lang bezongen horen worden door u. Is het niet voor elkaar te krijgen dat deze conferentie nogmaals op tv wordt uitgezonden? Conferentie is in feite een college en nog steeds je reinste actueel, zegt Marije Leusink uit Arnhem. Ja, goed dat het kennelijk nog zo goed is. Ik zou zelf eens moeten kijken hoe het zit. Het was leuk om te doen in ieder geval. Ik ben natuurlijk niet verbaasd dat we geen bal zijn opgeschoten.
2013, dus dat was eigenlijk, meteen na het tot stand komen van Rutte 2. Nou ja, dat heeft niets dan drama's veroorzaakt. Dat Rutte 2, Rutte 1 en 2 hebben natuurlijk voornamelijk grote hoeveelheden narigheid veroorzaakt, die in de jaren daarna niet zijn opgelost. Daar hebben we het net over gehad, hè, niet waar? Dat je al begint te denken aan dynamische projectgroepen. Ik heb een theatertour en in het algemeen spreek ik daar over de actualiteit. Zo'n oudejaarsconferentie dacht ik, ja, dat doet iedereen in Nederland. Dat hoef ik niet zozeer nodig te doen. Bovendien sluit ik bij de theatertour steeds aan op de actualiteit. Zo goed als wij hier elke week aansluiten. En dat gaat door die actualiteit. Tour? Je gaat in het najaar? Ja, ik ga weer aan een nieuwe theatertour beginnen. Ik heb dat wel gelimiteerd. Dat zijn 20 keer. Maar ja. In welke steden doe je dezelfde steden iedere keer aan? Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd, joh. Okay. Soms wel, soms niet. Ja, dan moet ik een lijst. Sterker nog, kijk, op het internet staat een lijstje. Waar en wanneer ik optreed. Dus het gaat in het najaar, gaat dit weer beginnen? Ja. Ja, oké. Okay. Even kijken, weet jij iets van het Kasbah Wooncomplex in Hengelo? Nee. Dat zijn aaneengesloten huizen op palen die als experimentele schets dienden voordat architect Piet Blom de kubuswoning in Rotterdam ging maken. Wellicht is dat interessant te weten dat de Kasbah volgend jaar 50 jaar bestaat en een rijksmonument zal worden. Ja, nou, ik heb dat ding wel in Rotterdam, dat ken ik. Dat heb ik ook bezocht met mijn broer en mijn zus. Dat leken mij in grote trekken buitengewoon onpraktische woningen, maar wel leuk. Het is een leuk project. Of ik er nou zelf in zou trekken, nou, dat geloof ik eigenlijk niet. Er waren ook nog eens een keer ergens paddenstoelwoningen. Daar moest je echt alleen zijn, dat je daar een vriend erbij of een vriendin erbij zou nemen, dan kwam je eigenlijk alleen te zitten. Maar het waren wel curieuze huisjes, dat wel. Ik ben vergeten waar dat was. Omdat mijn broer natuurlijk altijd interesse had in dit soort van experimenten, experimenteel bouwen, dan gingen we daar altijd kijken. Maar ik moet mijn broer bellen om te vragen hoe het zit. Hi Maarten, de podcast over de Franse Revolutie, waarin u onder andere het effect op de Nederlandse democratie beschrijft, daar vraag ik me af of de Franse Revolutie ook schatplichtig is aan de Nederlandse Republiek, waar toch ook eerder besloten is dat een vorst niet nodig is om een land te leiden. Wat vindt u daarvan? Nou, daar zit wel iets in. Zij zijn overigens volgens mij niet schatplichtig aan de ontwikkeling in de Nederlandse Republiek. Wij waren er vlug bij. He, dat is natuurlijk dat bekende pamflet aan het volk van Nederland. Dat we dan al genoeg hadden eigenlijk van die oranje stadhouders. Ik denk dat eerder de Amerikaanse revolutie om de invloed van de Nederlandse. Moet je een revolutionair proces noemen. Dat zijn de strijd tussen de patriotten en de oranje gezinden. Die in feite aanvankelijk door de patriotten wordt gewonnen. En dan is de vrouw van Willem de Vijfde, die is de zuster van de vorst van Pruisen, en die zegt van ja, we gaan niet accepteren. En dan helpt haar broer er. En dan, goed, dan als zij bij Goejan Verwedder sluis is aangehouden, en dan is de maat vol, en dan komen de Pruisen, en dan moeten alle patriotten moeten vluchten. Die zijn pas weer teruggekomen, niet waar, met de Franse bezetting van Nederland, die voor Nederland uiteindelijk een zegen is gebleken. Maar goed, dan zouden we dat, er was al eerder vraag over, niet iets moesten doen aan de Republiek in de 18e eeuw, toch? Ja. Ja, dat is natuurlijk de klassieke Jan Saliegeest en zo, die eigenlijk allemaal nog aan meeviel. Ik zal erover nadenken. Maar ja, dan voel ik me altijd te weinig specialist op dit terrein, om maar iets verstandigs over te zeggen. Ik zal een kennis vragen om mij het beste boek ter zake aan te bevelen. Robert Kok vraagt ook nog, zou je eens aandacht kunnen besteden aan de Nederlands-Belgische oorlog, waarin België zich afscheidde van Nederland? Ja. Dit is een nogal onderbelicht onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis. Dat zitten we natuurlijk in de 19e eeuw. Ja, met Van Spijk en zo. Dan liever de lucht in. Ja, kijk, militair waren wij wel beter dan de Belgen, maar de internationale gemeenschap moest er helemaal niets van hebben. Dus we zijn 10 jaar lang gemobiliseerd gebleven. Het was dan een hele vervelende soort van kostbare politiek waar we niks aan hadden. Maar Willem de Eerste was zijn eigenwijs als de pest. Maar goed, dit is allemaal, dan moet ik mij daar iets verder in verdiepen in de geschiedenis van Nederland en van de Nederlandse Republiek en van het latere Koninkrijk.
Johnny Duplex, die zegt, de Volkskrant houdt erg van labels. Timmermans is de witte man op leeftijd. Ik word hier altijd erg opstandig van. En ja, vraag dat kan ik mij voorstellen. De witte man op leeftijd. Wat hebben ze liever dan een zwarte man van 22 om de combi te gaan leiden of zo? Ja, dat is ook allemaal van de Volkskrant. Ja, nou ja, je weet wat ik van de Volkskrant denk. Ik dacht dat ze een beetje opgeknapt waren, maar dit is treurig. Dit soort van commentaar. Ja, hoe zou ik het beschreven kunnen worden? Een witte man als wrak of zoiets dergelijks. Of een sprekende ruïne. Eisen door de straat gereden. Ja, ik zie het. Maar de vraag die deze meneer ook stelt is van waarom doen de media dit? Gemakzucht. Oh ja? Vooroordelen van degene die het opgeschreven heeft. Ik denk ook een beetje Amsterdams perspectief. Dat je toch gelijk alleen nog meetelt als vrouw als je non-binair bent en als je piepjong bent en helemaal vol met tatoeages zit. En zo kunnen we nog wat poppenkast opsommen. Dat is natuurlijk ook, ja, zal ik daarvan zeggen. Laten we zeggen, het karakter van de stad Amsterdam, dat kan je heel positief schetsen. Is natuurlijk ook vaak wat informatief, innovatief. Ze pakken sneller nieuwe dingen op. Typisch voor Dam. En tegelijkertijd kun je het ook als heel negatief, modieus, puur 100% flauwekul, waar allerlei aandacht aan wordt besteed. Waar je denkt, van, nou, dat is een betere zaak waardig. Het heeft twee kanten, het is heel complex. Ja. Maar goed, hij zorgt er wel voor dat ze op gelijke hoogte met de VVD staan. Dus dat is toch... Ja, ik denk dat veel kiezers niet zo bijster geïnteresseerd zijn in het idee. En wat zei het, was het ook weer witte man op leeftijd. Ja, precies. Kijk, er zijn misschien dat de Volkskrant zich dat niet zo erg realiseert. Er zijn heel veel witte mannen op leeftijd in Nederland. Heel veel. Even kijken, Maarten heeft de Panama Papers en de Panama Crisis door elkaar gehaald in een podcast. Zegt Peter Stok, misschien kan hij die nog een keer goed uitleggen. Oh. Dat weet ik even niet. Wat is de Panama Crisis dan? Bedoelt hij daarmee die Amerikaanse aanval op Panama? En dat ze toen die Noriega hebben gearresteerd en zo? Ik heb geen idee. Zou kunnen. Ja, Panama leeft natuurlijk maar heel beperkt in mijn hoofd. Al was ik diep onder de indruk van de skyline van Panama. Ja. Nou, ik weet niet waarom ik dat nou opzocht, maar ik zag een foto van de skyline van Panama. Ja, god, ik dacht dat ze daar nog in rieten hutten woonden, maar nou, het was diep onder de indruk. Hey, en dan jouw programma met jouw broer is ook weer begonnen, hè? Ja. Op de tv. Hoe zijn de eerste reacties? Geen idee. Geen idee, want het is in ieder geval, ja, waar moet ik dat vandaan halen, de eerste reacties? Je zit met al die kranten die hun stukjes blokkeren. Dus je kunt wel zeggen, wat vond er? Ik denk dat in de Volkskrant is de reactie wel voorspelbaar. Twee oude witte mannen. Hè? Nou ja, veel erger krijg je het echt niet. Dat is echt twee oude witte mannen. Dat is echt, dit is een opsomming die nou ja, je ziet eigenlijk de rook eruit komen. En hoeveel kijkers waren er? Veel. Nou, nee, eerst is het herhaald. De vorige dingen zijn herhaald. Oh, dit nieuwe seizoen is nog niet begonnen? Nee, en tot ieders totale verrassing keken er ergens tussen de 400.000 en de 500.000 mensen naar de herhaling. Is dat veel? Op wat mij verteld is. Dat was de producent, die was daar zeer, zeer van onder indruk, ja. Dat is mooi, toch? Ja, ik sprak ook allerlei mensen die daar... Het was natuurlijk een... programma, wat ging over 30 jaar na de val van de muur. Maar die dachten allemaal dat het een recent programma was. Maar het was helemaal niet. Broeders in Berlijn. Ja, wij waren met z'n tweeën met mijn zus toen in het ziekenhuis lag. Evert Santegoed had ook nog gekeken. Die zei, ik hou van Berlijn, maar ik vond het heel negatief. Dat verbaast mij niks. Een grotere... Nee, laat ik mij voorzichtig formuleren. Nee, laat ik maar niet mijn kritiek op Evert Santegoed formuleren. Want dan zuurt dat nog in de mediacourant nog 23 maanden door. Laat ik er dit van zeggen. De laatste persoon waarvan ik de kritiek vervelend zou kunnen vinden is Evert Santegoed. Lieve Evert, je mag alles over mij zeggen wat je wil. Je mag zeggen dat ik een helle hond ben.
Een satansknecht. Een gevaar voor de natie. Een gevaar voor de ganse planeet. En dan nog, lieve Evert, zal ik me er niets van aantrekken. Heel veel onbenulliger dan... Oh, sorry, sorry, dat had ik natuurlijk al niet moeten zeggen. Is goed, Evert. Wat zijn jouw plannen op Texel? Niks, lekker zitten. Op het terras, naar buiten kijken. Pannenkoeken eten natuurlijk met de kleine kinderen. Ik denk ook dat ik... Dat ik qua lezen, want ja, de tijd moet gedood worden. Moet de boekenclub boeken lezen? Ja, precies. Dat is al een dik boek. Ik zal er volgende week nog even melden wat het is. Zelfs twee, het zijn er twee. Het zijn de jeugdherinneringen van Tolstoj. En hoewel dat vrij dun is, heb ik gezien. En dit boek, gaat over een Joodse familie. Die beschreven wordt, zeg maar, in het interbellum. En dan dat boek breekt af. Ja, goed, ik weet het weer niet precies. Ik heb het nog niet gelezen, dus het breekt af in 1948 of zo. Het was een vergeten boek. Het had bij het verschijnen in 1949, geloof ik, is er nauwelijks aandacht aan besteed. Het is zo'n herontdekt boek waar mensen plotseling... Dat is het geweldig, wat een roman, natuurlijk wel fors van afmeting. Dus dat je gaat pannenkoeken eten, niks doen, op het terras zitten en af en toe een boek lezen. En een wandelingetje maken elke dag. Je kunt daar heel aardig wandelen. Dit is een beetje het oosten van het eiland. Daar is het nog relatief rustig, toch? Ja, zeker. En ga je broer ook opzoeken? Zeker, ik ga mijn broer ook opzoeken, ja. Of komt hij naar jullie? Ik ga allerlei mensen die ik altijd opzoek, ga ik opzoeken, ja. Kijk, nou, dat is ook een mooi vooruitzicht. En ik denk nou ja, dat ik qua lezen, dus dat ik een voor de helft piffel, dus een beetje... Waar je los doorheen kunt schieten. En voor de helft serieus. Er zijn ook nog vragen van mensen die zeggen... Ik hoor je er regelmatig praten over het programma met Emma Wortelboer. Waar en wanneer is dat te zien? Ja, ik heb begrepen dat ze beginnen op mijn verjaardag. 24 oktober. Maar of dat nou ook gaat gebeuren, dat durf ik niet te beloven. Want ik ga daar niet over. Het is natuurlijk allemaal afhankelijk van BNNVARA en van de... Van de netcoördinator en nou ja, van die hele volstrekt ondoorzichtige wereld die Hilversum blijkt te zijn. Oké, dus in oktober komt het op tv. Dat is NPO 3 dan, hè? Ja, NPO 3, dus dat weet ik. Kijk sowieso ook niemand naar, dus dat, ik ben benieuwd. Misschien hier wel door dit programma, jongen. Wie zal dat zeggen? Ja. Even kijken, en dan hebben we nou de boekentips hebben we besproken. Dat programma met je... Broer hebben we ook gehad. De slimste hebben we gehad. Er komen dus van het programma met mijn broer nog 5 nieuwe afleveringen. Nieuwe afleveringen. Dus wat er nu op tv is geweest. Iets meer een thematisch karakter hebben. Oké, dus wat we gezien hebben was een herhaling. Ja. Oké. Even kijken. Oh ja, en het boek, dat heb je ook nog benoemd. Het boek over de jeugdherinneringen is nog niet te krijgen, toch? Nee, ik heb het af. Ik bedoel, ik heb het manuscript af. Maar goed, dat gaat door een hele molen en dan moet dat bekeken worden en dan... Wordt het een pdf en aan tenslotte gaat het naar de drukker en ik denk dat er nog een enkel fotootje in moet. Er staat een hele leuke foto van mij op de voorkant waar ik 5 jaar oud ben. Misschien Evert kun je daar nog eens naar kijken en dan zie je dat ik ooit een heel lief jongetje ben geweest. Dat was lang, lang, lang voordat ik eigenlijk aan bederf, geestelijk en lichamelijk bederf, onderhevig ben geraakt, lieve Evert. Maar heb je veel feedback op het boek gehad? Van dit moet anders of dit... Nee, heel weinig. Oké. Ja, de bekende kleine dingetjes. Dat iets nog iets verduidelijkt moet worden. Of dat ja, de Nederlandse spelling die verandert aan de lopende band, zoals je weet. Dus ja, bekende voorbeeldproduct. In mijn jeugd met een C geschreven. Toen moest het plotseling met een K worden geschreven en nu moet het weer met een C worden geschreven. Dus ja, je weet echt nooit hoe laat het is in de Nederlandse spelling. Kan ik vragen ook, namens een groot deel van de Nederlandse bevolking, kunt u die onbeschrijfelijke flauwekul van die spellingwijzigingen, kunt u daarmee ophouden? Ik weet niet wie erover gaat, dat kan me ook echt geen bal schelen, maar stop met die onzin. Denk aan het Engels, daar hebben ze de spelling nooit gewijzigd en het loopt dus een trein. Inderdaad, vooral met die dan weer met een C, dan weer met een K. Ja, wat een onzin allemaal, joh.
Blauwekul. Pannenkoek. Moet pannenkoek worden. Sinds de middeleeuwen schrijven we pannenkoek. Nee, het was omdat er meerdere koeken uit de pan zouden kunnen komen. Soms helemaal niet. Soms maar één pannenkoek. Daarom is zonnebril toch ook maar met zonder N, omdat het maar één zon is. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dat is maar één zon. Dus, ja, dat is maar één zon. Overigens hebben wij een televisie met twee zonnen, dus dat wanneer van jaar gewend ben, hoor. Ja, ja, ja. Oké, okay, heb je nog andere dingetjes waarvan je zegt, moeten we nog bespreken? Nee, dat was het wel volgens mij. Oké. Okay. Ik heb dus iets gezegd over die oplichtersbende. My Heritage, zeg het nog maar even. Ik vind ook die stekkerdoos die je hebt liggen, die werkt ook enorm op mijn verbeelding. Deze witte stekkerdoos, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toestellen kunnen hierop aangesloten worden. En dan zit er hier ook nog een schakelaartje aan. Ja, die is van IKEA volgens mij. Ja? Ja. Ik moet ook zo'n ding hebben, want ik heb op mijn studeerkamer zo'n jamboe van draden, weet je wel. En dat is heel gek met draden, dat die een eigen leven hebben. Ja. Dus je introduceert ze als rechte draad en je legt ze ergens neer. En dan geleidelijk aan vormen ze, waarschijnlijk als jij er niet bij bent, vormen ze knopen die je niet meer open kunt krijgen. Ja. Gaan ze op de meest merkwaardige... Make to break noemen ze dat toch? Ja? Make to break, dat ze gemaakt worden zodat ze stuk gaan, zodat je bij de fabrikant weer een nieuwe koopt. Ja. We hebben wel een tijdje katten gehad die gek waren op elektrische draden. Die moest je echt tegenhouden. Anders zou ze zichzelf elektrocuteren. Dit is vooral als je een podcast in een ruimte opneemt waar dan geen stopcontacten zijn. Dan kun je met zo'n kabel kun je toch komen tot de plek waar je moet zijn. Ja, ik wil zeker met dat ding van jou, dat ding met dat lange snoer erop. Ja, die staat nu daar, ja. Ja, precies. Nou ja, het is wel handig hoor. Ja, het is heel handig. Ik zit hier naar te kijken en ik word door jaloezie getroffen. Ik neem aan dat het niet onbetaalbaar duur is, zo'n ding. Nee, volgens mij minder dan een tientje, denk ik. Minder dan een tientje? Denk wel. Jongen, jongen. Nou, ik ga er twee kopen dan. Ja, ga ik bestellen op het internet, hè. Dus die kans dat ik naar de IKEA toe ga en daar ga parkeren en dan die winkel binnen. Ik moet er niet aan denken, werkelijk. In Kanaaleiland ligt het hier. Ja, je weet dat ik al... Ik rij eigenlijk alleen zelf en dan bel ik op en zeg, kan ik makkelijk parkeren? Kan ik er zo in rijden? Zonder gezeik, hè? Zonder weer zo'n auto die controleert wat je moet wel... Hij is nu al door de straat gereden. Ja, dat ding staat aan. Oh, dat ding staat aan. Ja. Dan zijn we eruit. Ondertussen is de zon aan het schijnen. Heel mooi. Kijk, als je bij mij de twee woorden account en inloggen gebruikt, dan weet je al dat ik niet mee wil doen. Ja, de atoombom. Het luisterboek over de atoombom. Takes a deep dive into the life and the legacy of the father of the atomic bomb. Helemaal niet. Het atoombomproject is een gigantisch project waarbij honderdduizenden mensen betrokken waren, wat allerlei verschillende leiders had. Maartens reactie op de film Oppenheimer. En ruim 5 uur lang college over de geschiedenis van de atoombom. Het luisterboek Atoombom. Luister je nu via de link in de show notes. En als je nog een podcast wil luisteren in de zomervakantie, luister dan nu naar Sea Level met de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, onder andere eigenaar van bol.com en Albert Heijn. Hij vertelt hoe de supermarkt waar je elke dag boodschappen doet er over een tijdje uitziet. De link naar de aflevering vind je in de show notes.